Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. In de loop van het jaar zal de huidige exploitant van dorpshuis De Zonzeel met pensioen gaan. Daarnaast is de huur opgezegd van pluspunt De Langstraat van Surplus. De gemeente is van plan om De Zonzeel open te houden en de activiteiten van het pluspunt naar Zonzeel te verplaatsen. Aangezien nog niet helemaal duidelijk is hoe dit geregeld moet gaan worden, is er in opdracht van de gemeente door Surplus een onderzoek gestart middels een papieren en digitale enquête. De gemeente wil graag weten hoe er vanaf half 2024 in Zonzeel voor alle inwoners van Hoge Zwaluwe en Helkant een fijn dorpshuis gerealiseerd kan worden en wat inwoners, ondernemers en verenigingen daarin willen en kunnen betekenen. Ook zijn er op 31 januari twee meedenkbijeenkomsten in de Zonzeel. Eén van 2 tot 4 en één van 7 tot 9 uur. Iedereen die wil meedenken over de toekomst van de Zonzeel is welkom. U kunt zich aanmelden via de enquête of mailen naar rijn.alnoldersen@surplus.nl. De provincie Noord-Brabant gaat komend jaar alle lichtmasten langs de provinciale wegen van ledverlichting voorzien. Langs de N285 wordt tussen 9 en 21 januari de armaturen vervangen. Tijdens de werkzaamheden kun je daarom enige hinder ondervinden. Het verkeer zal met een kleine omleiding of door verkeersregelaars worden omgeleid. Voor mensen in een noodsituatie is het belangrijk dat 112 bereikbaar is. Daarom is het goed te weten wie je daarvoor belt. Vuurwerkschade aan of om je huis dien je zelf te regelen. Schade in de openbare ruimte meld je bij de gemeente. Een kleine brand in een vrije omgeving zonder spoed kan je de brandweer bellen op nummer 0900 0904. Als je de politie nodig hebt en er is geen spoed, kan je het nummer 0900 8844 bellen. Bij acuut levensgevaar of twijfel belt u altijd 112. Voor meer informatie kunt u kijken op politie.nl of brandweer.nl. Begin februari kunnen de verenigingen en clubs verhuizen van de Meiboom naar het nieuw sociaal-cultureel centrum De Bernardus in Made. Voor de elektriciteitsvoorziening is een oplossing gevonden, waardoor de oplevering en in gebruikname begin februari door kunnen gaan. De toekomstige gebruikers hebben hier deze week bericht over ontvangen. Ook Take 5 en Kibeo openen begin februari hun deuren in het gebouw. Tot aan hun verhuizing kunnen de verenigingen en clubs gebruik blijven maken van de Meiboom. De gebruikelijke carnavalsactiviteiten vinden in februari nog plaats in de Meiboom. Het Beverpad is het fietspad op de dijk tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen. Met uitzicht op onder andere de Amer, de Biesbos en het gat van Den Ham. Dat beverpad wil de gemeente beter laten aansluiten op Lage Zwaluwe. Ze onderzoeken daarom nu de verschillende opties hiervoor. Er zijn 6 mogelijke routes voor de aansluiting in beeld, met bijbehorende voor- en nadelen per route. Een van de uitgangspunten is dat de motie uit 2016 gerespecteerd wordt. En die blijft dus ook altijd tijdens dit proces van kracht. De gemeente wil de onderzochte opties graag met de bewoners van Lage Zwaluwe en verdere belanghebbenden bespreken. Ze doen dit via een inloopbijeenkomst op woensdag 17 januari. Tussen 3 en 8 uur kunt u langskomen bij het Roer Om, Kwistgeldweg 1 in Lage Zwaluwe. Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u ook van 17 januari tot 1 februari uw reactie geven via het formulier op wijzijndrimmelen.nl. Half februari ontvangen de inwoners van de gemeente Drimmelen hun aanslag voor de gemeentebelastingen in een envelop van SVHW. SVHW is de nieuwe partner die namens de gemeentebelastingen gaat heffen en innen. De organisatie hanteert hiervoor de tarieven die de gemeenteraad deze maand heeft vastgesteld. Voor inwoners van de gemeente Drimmelen gaat het om onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing die op het aanslagbiljet kunnen staan. Voor ondernemers kan het daarnaast ook gaan om toeristenbelasting en de bijdrage voor de bedrijven investeringszone Made.
Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal, waarop u zo dadelijk onder meer kunt kijken naar Traaie Wals, de verlichte boerderijenroute van ZLTO en natuurlijk de jaarlijkse traditie Tractors by Night. U kunt ons ook volgen op de sociale media via Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zijn we u volgende week weer terug bij Omroep Drimmelen Actueel. Tot dan!